Ja, en voor die uitzending van maart, dames en heren, zijn alle kaarten uitverkocht. Maar voor de uitzending van 23 april van de Willem Ruys Lotto Show vanuit het Spand in Bussum zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Die kaarten die kosten 25 gulden per koppel. En u kunt uw aanvragen sturen naar de Willem Ruys Lotto Show, VARA Televisie, postbus 6000 1200 GX in Hilversum. Van school, de ombudsman, Sonja op maandag, de Verenigde Staat, Kijk Haar, Loveboat, Roffel, Tarzan en de Willem Ruys Lotto Show. 10 uitstekende VARA-programma's waar je naar blijft kijken. Dat geldt ook voor de kleurrijke VARA Gids, bekend om zijn overzichtelijkheid en zijn posters van popsterren en popgroepen. Word daarom ook lid abonnee. Dan ontvangt u alle gidsen tot 1 juli voor slechts 15 gulden. De VARA doet meer, dat blijkt. Bel ons en dat kan nu op 035 711 911. Raak we nu over naar het Kurhaus in Scheveningen voor een klein uurtje Haagse Bluf. Want zeg maar Haagse Bluf, dat gaat er altijd wel in. Dat gaat er altijd wel in. Goedenavond, u bent rechtstreeks verbonden met de Kurhaus Club in Scheveningen voor Haagse Bluf. Hoewel het in Den Haag rustig lijkt, zijn de spanningen in het kabinet en ook in de Partij van de Arbeid zeer hoog. Het gaat allemaal over bezuinigingen. In de Partij van de Arbeid-top wordt openlijk over een crisis gesproken. U hoort daar straks meer over van Henk van Hoorn. We hebben gasten vanavond. De voorzitter van de FNV, Wim Kok. Meneer Kok, in de wandelgangen bij de Partij van de Arbeid hoorde je deze week: met die Kok valt geen land te bezeilen. Hoe komt dat, denkt u? Nou, het zou kunnen komen omdat er een gesprek is geweest eerder deze week met een paar mensen van de fractie van de PvdA.